Deze beschouwing die gaat over filosofische vraagstukken. De eerlijkheid gebiedt mij om te zeggen dat ik op dit moment nog niet weet wat de titel wordt. Dus ik laat mijn gedachten even dwalen. Maar ik denk dat ik wel weet aan het einde wat de titel is. Want ik heb er wel over nagedacht. Ik doe dit met een doel. Voordat ik ga beginnen, even kort reclame maken voor mijn YouTube-kanaal. Het gaat hartstikke goed met het kanaal. By the way. Dus een paar weken terug is er iemand die heeft zijn lidmaatschap opgezegd. En daarvoor in de plaats is er iemand bijgekomen. Kijk, en dat vind ik toch weer positief. Dan kun je zeggen, ja, dat maakt niet uit, je bent van 63 abonnees naar 63 abonnees. Nou, dat is niet helemaal waar. Want die ene, het was misschien echt de hoogste tijd dat hij zijn lidmaatschap opzei. Omdat hij toch niet meer keek. En diegene die erbij gekomen is, kijk, die is weer helemaal fris. En diegene die heeft opgezegd, maar, nou, dat weet je ook niet, misschien komt hij nog een keer terug. Maar er is een nieuw iemand en die is er toch bijgekomen. Hoppakee. En ik zag ook de laatste paar dagen, dat is opmerkelijk, dat er op, het gaat dan om de laatste 48 uur, en dan meer dan 100 views. Terwijl meestal zitten mijn view-aantallen over de afgelopen 48 uur zo rond de 70, 80, soms 100. Maar in één echt 100, 160 of zo. Heel hoog. Dus het ging met name om uitzendingen over de katholieke kerk. En een uitzending over Greta Thunberg. Die Zweedse, ja, hoe moet je die typeren? Het is een geestesziek iemand. Ze is gediagnosticeerd, in elk geval. En haar gedrag is, ja, heel zorgelijk. Als ik erachter zou komen dat mijn dochter dat soort dingen op YouTube had gezet, dan, nou, mijn dochter komt komende maandag eten bij mij. En dan ga ik het hebben met haar over CO2, by the way. Maar het uitgangspunt is niet zo'n drama als Greta Thunberg heeft gedaan. En trouwens, de moeder van Greta Thunberg, die is ervan overtuigd dat haar dochter CO2 kan waarnemen met het blote oog. Dat betekent dat de moeder van Greta Thunberg gelooft dat het netvlies van haar bloedeigen kind dat infraroodstraling kan waarnemen. Nou, bij mijn weten zijn er maar heel weinig netvliezen die dat kunnen waarnemen. En die bevinden zich allemaal in hoofden van roofvogels. Heel toevallig. En niet in mensen. Helemaal niet. We spreken ook wel over het zichtbare licht. En heel egocentrisch hebben wij dat verzonnen, naar aanleiding van het licht wat wij kunnen zien. Jazeker, er zijn haviken of een andere arend of zo. Die kunnen infrarood zien. Ze kunnen zien waar een muis loopt. Want muizen die laten een piesje. Ja, dat heb ik dan gelezen of zo. Ik weet niet of het waar is, maar ik ben niet echt zo'n bioloogtype. Maar muizen, terwijl ze lopen, doen ze pies. En dan lopen ze weer een stukje en doen ze piet. En die pis van die muizenpis is een beetje warm. En zo'n roofvogel, die ziet dan al die stipjes. Zo'n stipje, en dan ziet hij weer een stipje komen, dan ziet hij weer een stipje komen. En dan weet hij precies waar die muis zit. En dan duikt hij ook in één keer omlaag. Ja, en dan komt mama muis niet thuis met het avondeten. Want eens de mama muis is avondeten gewonnen. Ja, de natuur is keihard. Maar goed, Greta Thunberg, volgens haar moeder, kan die dus ook, net als een havik of een arend, kan die infrarood zien. Mensen is gek. Maar goed, er ging een uitzending over Greta Thunberg. Die is vrij goed bekeken. Maar die twee over de katholieke kerk ook. Dat vinden mensen toch... heb ik het idee dat het kwartje een beetje begint te vallen bij de lui. Dus nou, van harte uitgenodigd om even op een avondje... nou, niet per se op een avond, gewoon een keer als je niks te doen hebt. Dus even in de ronde te gaan neuzen. Ik beloof je dat ik de playlists op ga ruimen... en misschien wel een paar ga toevoegen. Zodat je wat makkelijker kan zien wat leuk is voor jou. Dat er wat meer onderwerpen in zitten, wat meer trefwoorden of zo. Er is één nieuwe die er in elk geval aankomt. En dat wordt een playlist speciaal voor al het bijbellezen. Wat ik al gedaan heb in het boek Genesis. Ook nog een keer heel specifiek. Bijbellezen in het boek Genesis. En dat doe ik dan samen met Jörg Glismann. En we hebben gast... moet je zeggen? Nou, gastlezers of zo erbij. De ene die komt uit Duitsland, dat is Michael. En die andere die komt uit Groningen. Dus Nederland dus. Die heet Jelmer. Een soort klein clubje is dat. En de vaste, dat zijn dan Jörg Glismann en ik. Jörg Glismann weet vrij veel van de Bijbel. Interessant. Voor mij dus ook. Hè? En voor jullie ook. Als je genoeg naar mij geluisterd hebt, dan weet je dat de Bijbel het interessantste boek is om te bestuderen voordat jij de pijp uitgaat. Kijk, als jij de pijp uitgaat en je hebt 50 Tinten Grijs niet gelezen. Nou, ik kan je even in 15 seconden kan ik je uitleggen als ik dat zou willen. Maar dat doe ik lekker niet. Maar ik zal het je het volgende vertellen. Ik heb een vriendin en die beweert dat ze seksverslaafd is. Nou, iedereen kan dat zeggen. En nou, ze heeft inderdaad met ongelooflijk veel heren de daad bedreven. En in de tijd dat ik nog soap, belde ze mij op. Zie je wel, dit gaat echt nergens over. Maar wel interessant. Ze belde me op, want ze zat bij zo'n vriend van haar en die accepteerde dat. Er was een hoerenloper. Inmiddels is hij dood. Maar toen leefde hij nog en hij zat op zijn werk en zij zat in zijn woning. En ze zei, hoi, heb je zin om langs te komen? En zij zou zorgen voor een fles rum. Ze had echt zo'n, ze was helemaal in de mood voor rum. En dan vroeg ze aan mij van, als je dan komt, wil jij dan even, want ik woon wat meer in het centrum. Wil jij dan even voor €25 of zo een wiet meenemen? En het was gewoon overdag, hè? Ja. En ik zo, wel, is goed. Gewoon een doordeweekse dag. Ja, ik heb schandalig leven geleid. Nog steeds, by the way. Maar ik drink niet meer. Hè? Maar toen is het nog wel. Ik deed haar, ja, natuurlijk, moppie. En ik behoorde dus niet tot die seksparade lui van haar. Ik was gewoon, en dat ben ik nog steeds. Ik mag haar toch. Daar komt het eigenlijk op neer. Ik mag haar toch. Ja, ik ken haar al wat meer dan 13 jaar of zo. Ik weet een hoop van, ik heb de moeder gezien. Die heb ik de hand geschud, dat 2 keer gezien. En de echte vader die is dood, maar dat was ook een hele nare man. En de pleegvader, die heb ik dus ook de hand geschud. Van de pleegvader heb ik nog een pet gekregen. De mensen waren helemaal weg van mij, tenminste, zo leek het. Anyway, ik naar haar toe. En gezorgd voor die wiet. En mijn shake bij me. En mijn aansteker. En mijn goede humeur. En die woning van die kerel. En die was op zijn werk. Dus weinig lekker als 2 koningskinderen. in zijn woonkamer met een fles rum op tafel. En zij had zoiets van, ja, we moeten wel die rum op hebben voordat hij thuis komt. Want als hij ziet dat die rum op tafel staat, dan wordt hij boos. Ik zei tegen haar, nou, geen probleem, Messi. Ja, we hadden het over 14:00 en die vent zou om 5:30 komen. Ja, kom op zich. 3,5 uur tijd voor een fles rum met z'n tweeën. Ja, eerst de paus katholiek, scheidt de beren in het bos. En dan lekker wiet erbij. En dan slap ouwe hoeren, maar meer niet. Word ik weer helemaal bijgewerkt met de avonturen die ze nou weer heeft gehad. En dan vragen ze ook altijd van, en hoe gaat het dan met jou? En het is best wel aardig. Dus alleen zo onbetrouwbaar als wat, meer niet. Als je verder niet op zoek bent naar betrouwbaarheid, wat ik helemaal niet ben. Ik ben niet op zoek naar een vrouw in mijn leven. Maar dan vind ik het niet erg om met vrouwen om te gaan. Anyway, zij had dus dat boek 5 tot 20 grijs gescoord. En ze zei, ja, jij kan ze goed voorlezen. Kennelijk heb ik een keer een stukje aan haar voorgelezen. Zei ze, wil je dan hieruit voorlezen? Ik zei, nou, natuurlijk, is goed, joh. Nou, een halve pagina. En toen zei ik tegen haar, dat was 5 tot 20 grijs deel 1, hè? En zei ik tegen haar, nee, sorry Mop. Dit... Oh, zo slecht. Het was niet slecht vertaald, dat is het punt niet. Het was slecht geschreven. Ik hou heel erg veel van taal. En ja, een zin, dat is voor mij een schilderij op zichzelf. Ja. Je hebt een boek van Nescio en dat begint met de zin... Behalve de man die de Sarphatistraat, de mooiste straat ter wereld vond... heb ik geen wonderlijker kerel gekend dan Den Uitvreter. Kijk, dat is een zin. Dat is de eerste zin van Den Uitvreter. Hartstikke leuk kort verhaal van Nescio. Dat is, dan zit je er gelijk in. En die zin is ook heel mooi opgebouwd. Behalve de man die de Sarphatistraat de mooiste straat ter wereld vond. Dus kennelijk is er een man en die vindt de mooiste straat ter wereld. De Sarphatistraat de mooiste straat ter wereld. Dan denk ik, ja, wat interesseert mij dat, hè? En dan komt er, heb ik geen wonderlijke kerel gekend dan. Oh, dus kennelijk is de Sarphatistraat, dat is een straat in Amsterdam bij het Sarphatipark. Dat is kennelijk helemaal geen bijzondere straat. Want je bent heel wonderlijk als je die straat de mooiste straat ter wereld vindt. Dan ben je echt knettergek dus. Dat wordt dan ook verteld. En dan nog gekker iemand? Nee, de tweedsgekke. Dus de allergekste iemand, dat is degene die de Sarphatistraat de mooiste straat ter wereld vond. En dan heb je de tweede. En dat is Den Uitvreter. Die is niet zo gek als die man van die, maar hij is wel heel gek. Anyway, taal is voor mij... Ik neem dat heel serieus. Hè? En een zin moet je niet zomaar opschrijven met als tevreden gevoel dat je weer een aantal woorden... syntactisch correct aan elkaar heb geknoopt... en dat de D en de T goed staat. Een zin moet een inhoud hebben. En het moet ook zijn dat die ene zin er staat... en dat je denkt van, oh ja, en dan? En dan komt de volgende zin dat je denkt, oh, daarom. En verder, en dan komt de derde zin... en dan denk je, oh, maar nu begrijp ik waarom die eerste... Ik snap je. Neem iets zoals het andere boek wat ik echt niet te lezen vind. Dat is In de Ban van de Ring van J.R. Tolkien. Man, wat een walgelijke volgorde van letters. Serieus. In de Ban van de Ring? In de Ban van de Ring is behoorlijk... Ja, niet te doen, maar dat wordt weerzinwekkend na ongeveer 30, 40 pagina's. Toen heb ik ook tegen mijn partner gezegd, dus de moeder van mijn kind... van, sorry hoor, maar hier ga ik niet verder mee. Moet je dit nou... En daar las ik het ook voor. Zei, wat betekent die zin? Aan wie refereert het woord hij? Huh? En hij stak de straat over. Nou, dat stond er natuurlijk niet, maar hij deed iets heel bijzonders met de magische appel en het geheime zwaard of zo. Waar refereert hij aan? Is dat Gandalf? Is dat Frodo? Is dat Sam? Wie? En die vrouw dan ook. Geef dat boek eens hier. Dat was dan niet zo'n aardig typeje, die vrouw. Geef dat boek maar eens hier. Ja, zusje, dat weet ik ook niet. Daar moet je er zelf maar bij verzinnen. En denk je, ja, nee, daar lees ik een boek voor. Verzin uw eigen plot. Vijftig tinten grijs, dat struikelt al over die toets van Perry na een halve pagina. Dat kan je echt niet... Dat ga je helemaal verstotteren. Ik zei ook tegen haar, Lonneke heet ze. Ik zei tegen Lonneke van, nee meid, dit gaat nog niet worden. Ik vind, ik wil helemaal niet spelbreker zijn. Of, we gaan lekker een middagje suipen en we zorgen dat die rum op is voordat je kerel komt. En dan doen we heel erg nuchter. En dan had die man denken van, kan het nou? Ze lijken allebei hartstikke bezopen. Hartstikke stoned. Maar ik zie helemaal geen drank. Dat was wel lekker. Dat was rum met, wat had ze nou verzonnen? Grapefruitsap of zo. Nee, bitter lemon. Dat was dat. Dat is heel lekker. Een hele fles bitter lemon opgedronken. Jeetje man. Half om half met rum. Ja, dat was lekker. Ja, toen zei ze, nee, niet zo snel opgeven. Ze is helemaal een beetje een dominant typeje. Ze heeft ook gewerkt als dominatrix in de seksindustrie. Oh, mijn verhalen. Oh. Ja, zij is een beetje de dominatrix uithangen. En lees eens even door. Nou, oké, zei ik. Nou, dus ik weer doorlezen. Nou, na anderhalve pagina. Toen kon ik haar ook uitleggen van... Nee, maar dit gaat echt niet. Nee, meisje. Dit doen we niet. Dit is zulke taalkundige bagger. Dan kon ik dat ook een beetje onderbouwen. Ik zei, ja, hier heb je helemaal geen voorstelling van zaken. Er worden wat zinnen erin. Ja, je kan wel een of andere zin erin gooien met tieten en lul. En dan doe je een zin met seks. En dan doe je een zin met... ongelooflijk orgasme en ja. En kennelijk heb je dan over een seksuele roman. Maar je moet er zelf maar bij verzinnen dat het heel erg erotisch opwindend is. En ja. Je hebt dat boek L'histoire d'O, het verhaal van O. Nou, dat gaat nog, hè. Nee, daar kan je je iets bij voorstellen. Dat is vrij goed geschreven. Dat is geschreven door Pauline Reage. Sorry, ik moest even niezen. Pauline Reage heeft dat geschreven. Er zijn mensen die beweren dat Pauline Reage dat niet geschreven kan hebben, want zulke bagger, dat schrijft een vrouw niet. Dus dat moet een man zijn geweest die onder het pseudoniem Pauline Reage dat heeft geschreven. Het verhaal van O. Maar ik weet niet of dat waar is. Waarom zou dat geen vrouw kunnen zijn? Maar dat is nog wel aardig geschreven. En dat boekje, by the way, heb ik aan Lonneke cadeau gegeven. Vond ze erg leuk. Ja, ze zat erin te lezen. Ik had het hier. En... ja... ik heb zoveel boeken ooit aangeschaft. Veel tweedehands, by the way. Ik heb niet eens veel geld voor uitgegeven. Maar om nou alles te bewaren. Ik heb nu nog iets van... dat is denk ik... 2,5 meter... 3,5 meter. En dan daar nog... Ik denk nog 4 meter boeken. Nee, ik heb in de gang nog wat staan. 6 meter boeken of zo. That's it. Dat is voor mij niet veel. Ik heb veel meer gehad. Dus heb ik dat exemplaar van het verhaal van O heb ik haar cadeau gedaan. Ze had er stukjes uit gelezen, dat vond ze erg leuk. Toen zei ik, nou neem het toch mee joh. Inmiddels zal ze het wel kwijt zijn. Het is een beetje een rommelvosje. Een slottervosje. Een rommelpotje. Ja, ja. Maar filosofische vraagstukken. Als je het hebt over filosofie, by the way, dan... filosofie gaat alleen maar over taal. Wist je dat? Dus in die zin is filosofie geen wetenschap. Een wetenschap gaat daadwerkelijk over de grote boze werkelijkheid. De wetenschap vraagt zich bijvoorbeeld af... Is de lichtsnelheid constant? En sommige mensen zeggen... Ja, de lichtsnelheid is constant. En als je aan die mensen vraagt... van ja, maar waarom is de lichtsnelheid dan eigenlijk constant? Want iedere keer als we hem meten... dan komt er een andere waarde uit. En dan zeggen die mensen... ja, dat komt omdat iedere keer als er gemeten wordt... dan... ja, er is weer een nieuwe meting en ja, dat zijn meetwaardeverschillen. Het is altijd zo, als je wat meet, dan ja, heb je altijd kleine verschillen. Nou, dat is ook zo. Zonder meer zo. Bij elke meting, hè, daar zit dat heet een meetfout. Daar moet je rekening mee houden, by the way. Als je dan een wetenschapper bent, dan hou je er rekening mee. En dan zeggen ze dus van ja, die lichtsnelheid die varieert. Ja, zoveel achter de komma hoor. Het is niet dat de lichtsnelheid af en toe 2 keer zo hoog is. Absoluut niet. Maar in heel veel cijfers achter de komma, dan zie je dus altijd verschillen. Ze kunnen dat niet, ja, ze kunnen het nog niet zo. Ja, ze kunnen de lichtsnelheid niet zo nauwkeurig bepalen als op 30 decimalen. Maar er zijn ook mensen, zoals Rupert Sheldrake, die beweren van, ja, en je kan wel zeggen dat het komt door meetfouten, dat je daarom iedere keer een andere waarde eruit komt voor de lichtsnelheid. Maar dat is geloof. Ja, en daar heeft Rupert Sheldrake weer helemaal gelijk in. En aan de andere kant, als de lichtsnelheid inderdaad niet constant is, ja... dan kan het hele geschreven werk van Albert Einstein... dat kan bijgezet worden in de bibliotheek die vol staat... met geschriften die ooit ertoe deden. Maar nu niet meer. Snap je? En neem er maar van mij aan dat... geschriften die er ooit toe deden en nu niet meer... dat gaat niet om 3 opstelletjes van 30 pagina's. Maar ja, maf. Ja, die man Lamarck, die heeft hele boeken geschreven over spontane generatie. Spontane genesis. Dus als je ergens een voedingsbodem hebt... dan ontstaan daar vanzelf... de wezentjes, organismen in die dat lekker vinden. Dus als je een hele hoop graan hebt, dan krijg je vanzelf muizen. Ja, later bleek dat je inderdaad, als je een hele hoop graan hebt, dan krijg je vanzelf muizen. Want die muizen, dat zijn nachtdieren. En als je de boer lekker ligt te slapen, dan komen er piep piep van die kleine beestjes. En dan komen ze 's nachts even kijken. En een muis die kan door hele kleine gaatjes kruipen. En ja, heb je dan zo'n grote berg graan? Ja, binnen no time heb je... Hè, want hoe lang is een muis drachtig? 6 weken of zo? At the most. En hoeveel van die kleintjes krijg je? Nou, een stuk of 6, 7, 8, 10. En wanneer zijn die geslachtsrijp? Nou, binnen een paar maanden, denk ik. Nee, dat gaat hard hoor. En papa en mama, ja, een muizenpaar die dat voldoende te eten heeft. Maar dan werpt dat vrouwtje denk ik eens in de 6 weken 10 jonkies of zo. Dus na een jaar tijd heb je misschien wel 10 generaties. Even voor het gemak rekenend, hè? Dus dan kan je 100 muizen hebben. Uit 1 papa en mama. Het is misschien overdreven hoog wat ik nu zeg, of te laag. Of ik ga dat nu niet naar. Je kan het zo op internet, kan je het zo opzoeken. Maar Lamarck, al die geschriften van hem, ja, inmiddels interesseert het geen hond meer. En zo zijn er ook heel wat geschriften aangaande alchemie. Dus dat je de materie van vorm kan doen veranderen. Dat je lood in goud kan veranderen. Dat was dan het ultieme. Want lood, ja, dat kost geen donder. En goud is hartstikke duur. Dus als jij op een of andere manier van lood goud kan maken, ja, dan ben je scasie, ja. Dus dat was heel aantrekkelijk. En dan dachten mensen van, nou, als we nou eerst gaan proberen om van calcium, dat we daar iets anders van maken. Ja? Doe eerst de makkelijke dingen. Nou, en wat blijkt nou? Dat binnen de scheikunde kan je helemaal niet een element in een ander element veranderen. Dat kan binnen de scheikunde niet. De enige manier waarop het kan, dat is binnen het begrip, en dat noemen we dan natuurkunde. En dan kan je van uranium kan je plutonium maken. Maar dan moet je wel radioactieve uranium hebben. En radioactief uranium, en als je dat goed gaat behandelen, maar bla 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 bla, dan valt het uiteen. En dan valt het uiteen op een dermate handige manier. En dan krijg je plutonium. Dat gebeurt in een snelle kweekreactor. Die Fransen die vonden dat interessant. Levensgevaarlijke business. Want plutonium is enorm giftig. Bij een hele lage dosis is plutonium giftig. En je kan er bommen mee maken. Granaten. Ja, je zit niet echt te wachten op een elektriciteitsfabriek die plutonium creëert. Maar die Fransozen dachten we, ja, op een dag krijgen wij dan ook weer plutoniumreactoren. En dan kan je die plutonium weer gebruiken om daar elektriciteit van te maken. Dus misschien is een snelle kweekreactor toch niet eens zo'n gek idee. Maar niet in een wereld met allemaal malote, van die terroristische archetypetjes. Dat is trouwens een foute term die ik nou gebruik. Maar van die de terroristische jongens en meisjes, die we allemaal wel kennen. Ik ken het wel, dat tuig, de hele tijd aanslagen pleegt en zo. Hè? We weten gelijk toch waar ze vandaan komen, toch? We weten wat allemaal. Hè? George Bush. Condoleezza Rice. Brzezinski. Kortom, de paus en zijn 12 vrolijke jezuïeten. En wie geven we dan de schuld? Ja, de Joden natuurlijk. Hè? Nee, de Arabieren. Ja. Hey, dat is wel grappig, hè, met die aanslagen van 11 september. Ze geven dan de Arabieren de schuld. Laten we het over eens zijn. Hè? Het was een inside job van de westerse wereld. Het was een valse vlagoperatie. Helemaal van tevoren uitgedokterd. En dat het ook op 9-11 was. Dat is bepaald. Want 9-11 was het alarmnummer. Zeg maar 112. Dus bij ons zou er dan zo'n aanslag hebben plaatsgevonden op 11 februari. Iedereen zegt, oh, 112. En toen was het. Ja. En dat het ook ging om 2 torens. Dat is ook een boek van die maffe schrijver waar ik het net over had. Het boek is dus In de Ban van de Ring. De Engelse versie heet The Lord of the Rings. Hè? En dan die DVD-serie. En is er deel 2, dat heet The Two Towers. Huh? En die kwam uit voordat die aanslagen er waren. En J.R. Tolkien heeft het boek geschreven ergens in het begin van de 20e eeuw. En dat komt omdat twee torens, dat wij mensen... wij worden niet echt geregeerd, dat is een uitspraak van iemand. Mensen worden niet geregeerd door regels en wetten. Nee, ze worden geregeerd door nummers en symbolen. Verhoudingen en symbolen. Beelden en symbolen. Wij zijn heel bevattelijk voor bepaalde... Ja, dat zijn archetypes. Daar zit het woord archetype. Daar heeft Jung zijn leren. Dat is een onderdeel van de leer van Jung. Ik heb zelfs een keer een Amerikaanse, of een documentaire gezien van een Amerikaanse makelij, waarin uitgelegd wordt dat een goed script voor een boek of een film of een toneelstuk, dat voldoet aan een beperkt aantal regels. Bijvoorbeeld de hoofdpersoon, de protagoniste, die moet het heel moeilijk krijgen voordat hij dan de oplossing vindt. Dus je zou een roman schrijven van, nou, er wordt een jongen geboren en die dacht, ik wil wereldkampioen worden met schaken. En toen ging hij schaken en toen won hij van zijn vader. Toen ging hij schaken in de buurt en toen won hij van al zijn vriendjes. Toen ging hij schaken in de grote stad en toen won hij ook alles. Toen ging hij schaken in Nederland en toen werd hij landskampioen. Toen ging hij schaken op internationaal niveau en toen werd hij wereldkampioen. En ja, toen ontmoette hij een vrouw en toen leefde hij nog lang en gelukkig. Ja, dat vindt niemand interessant, hè? Nee, hij gaat er schaken en dan weet ik veel wat. Dan krijgt hij ook tegenslagen. Een hele slechte pers voor iets wat hij helemaal niet gedaan had. En dat soort dingen. Vals beschuldigd. Hè? Dat is een hele goeie om in een roman te stoppen of in een script te stoppen. Dat de protagonist vals beschuldigd wordt. Want iedereen vindt dat verschrikkelijk. Iedereen is blij dat hij of zij het niet is. En dat persoon, dat karakter in het verhaal... nou, de kwaaie pier is. Nee, de pineut is, dat moet je zeggen. En zo heb je daar heel veel van die korte dingetjes voor. Er ook zoiets is een hele belangrijke, dat... een meisje van een jaar of 12 of zo, die doet iets heel heldhaftigs. Dat hoeft niet, dus niet in ieder verhaal te zitten. Ik ga het schrijven. Maar als jij een verhaal wil schrijven wat voldoet... Nee, als je een verhaal wil schrijven wat mogelijk gaat verkopen als filmscript of zo... Nou, verdiep je dan eerst in de kunst van het schrijven van een script... En bepaal dan voor jezelf welke elementen je erin gaat stoppen. En die elementen hebben dus op zich niks te maken met de aard van het plot. En dat mag je zelf verzinnen, hè, waar het over gaat of waar het zich afspeelt. Het kan zich overal afspelen, in Turkije, in Zimbabwe, of, in het noorden van Groningen, zeg maar. Maar dat er van die elementen in zitten. En dan moet je er voldoende hebben. Het werd ook nog gezegd, je moet er niet 2 of 3 in stoppen. Nee, je moet er misschien wel 32 in stoppen. En dat zijn dan aanwijzingen die je dan zelf kan invullen op welke wijze je het doet. Het is alleen maar een bepaald raamwerkje voor een volgorde van gebeurtenissen. Nou, zo maak je een mooie roman. Weet je dat ook weer? Ik lees geen romans meer. Ik ben er helemaal mee klaar. De laatste roman die ik gelezen heb, dat was... Ik heb... De Pest van Albert Camus. Erg mooi boek. En daarna heb ik nog gelezen... Dat ding van die Nederlandse schrijver, weet je nou? Harry Mulisch. Die aparte titel. Ik heb die editie uit 1983. Het Zwarte Licht heet dat boek. Leuk boek. Leuke roman. En die andere die ik dan gelezen heb... En dan heb ik het over de romans van de afgelopen 9 jaar of zo die ik gelezen heb. En die andere was een roman van Charles Bukowski. Die suiplap uit Amerika. En die kan die gewoon goed schrijven, man. Prachtig. En die schrijft dan over zijn suipende leven... heel veel humor zit erin. En het is grof. Het is niet voor de tedere kinderziel. Dat kan je lekker vergeten. En nu zou ik het niet meer lezen, denk ik. Ja, ik heb het toen gelezen en toen vond ik het erg indrukwekkend. Zoals zijn schrijfstijl. Ik denk, wauw. Wat schrijft die man goed. Mooie korte zinnetjes. Mooie korte zinnen en eenvoudige woorden. Iemand die ook walgelijk schrijft, dat is Umberto Eco. Jeetje, het is dat die man dood is, maar anders zouden ze moeten vervolgen. Die een plein publiek aan de schandpaal genageld moeten worden. Tenminste, is hij wel dood? Ik zal even kijken. Je mag toch niet zomaar zeggen dat iemand dood is als hij niet dood is, hè? Umberto Eco. Ja, hij is overleden. Dan kom ik goed mee weg. In 2016, trouwens. Hij is heel beroemd, hoor. Ja. Hij is de schrijver van het boekje The Name of the Rose. Ja. Ik heb die film gezien met Sean Connery. De verfilming van In de Naam van de Roos. Aparte film. In die film, by the way, wordt gezegd dat het noodzakelijk is dat de katholieke kerk, dat is de universele kerk, hè, de wereldwijde kerk. Heb jij er ooit om gevraagd? Ik niet, hoor. Maar goed, die bestaat dus al sinds een hele tijd. Opgericht in het jaar 324, 325. Bij het concilie van Nicaea. Ergens in het westen van Turkije of zo, dacht ik. Het Middellandse zeegebied, in ieder geval. Maar dan zegt Umberto Eco dus... Of laat hij een van de karakters... duidelijk maken dat de universele kerk noodzakelijk heel rijk moet zijn. Want de universele kerk heeft dat geld nodig om aan goede werk te kunnen doen. Oh, als je eraan denkt. En dat laat dan Umberto Eco, een van zijn hoofdpersonen, zeggen. Ja... Ja, volg jij hem ook? Snap je waarom ik die hele grote moeite mee heb? Hoezo is het dan zo dat de Rooms-Katholieke Kerk alleen succesvol kan zijn als ze veel geld heeft? Sinds wanneer doet geld wonderen? Door Christus Jezus, die had toch helemaal geen poen nodig om zijn werk te doen, of wel? Ja, toch? En dan ben je de kerk van Jezus Christus, althans, dat beweer je. En die ga je dan even universeel maken. Maar dan hebben we wel een hele hoop geld nodig, want anders kunnen we... Nee, oh, we moeten wel poen hebben. Maar pas echt te braken, dat ging ik bij die andere roman. Il pendolo di Foucault. Dus De Slinger van Foucault. En ik heb de Nederlandse vertaling gelezen, denk ik. Die kocht ik op een tweedehands boekenmarkt. Ik was toen op vakantie. Ergens in Noord-Holland. We waren op vakantie bij Eemuiden in de buurt. En toen was er een boekenmarkt in Alkmaar of zo. Heb ik die roman gekocht voor een paar euro. Ik denk, nou, dan ga ik ze even lekker verzitten. Nou, dan was ik bij pagina 4 aanbeland. En dat ging me irriteren. Kijk, en het is niet... Kijk, op het moment dat een auteur mij begint te irriteren... Ah, daar hebben we het echt fout gedaan. Want ik ben heel vergevingsgezind. Ik lees zelfs Charles Bukowski. Bukowski. En Albert Camus. En, kortom, en Harry Mulisch. Ik ben best bereid om van alles te lezen. Chester Himes. Amerikaanse misdaadschrijver. Nou, heb ik ook gelezen. Grijpstra en de Gier. Van? Ik weet niet meer hoe die dingen heet. Daar heb ik ook massa's van gelezen. Martin Toonder. Dat is ook een romans. Met een stripverhaaltje erbij. Maar in De Slinger van Foucault gaat meneer Umberto Eco... oplopen sommen dat hij op de hoogte is van het werk van Plato en van, nou noem ze al die mensen maar, op. Ik vind dat opschepperig. Natuurlijk mag je duidelijk maak dat je de Republiek van Plato hebt gelezen. Dat is een van zijn boeken. Huh? Natuurlijk mag je dat. Mag het de lezer duidelijk worden dat jij de Republiek van Plato hebt gelezen? Dat iemand denkt van, nou, heb jij de Republiek van Plato gelezen? Nou, chapeau. Zo, hè? Maar dat moet dan wel zijn in het kader van iets. En als iemand alleen maar pagina's lang laat doorschemeren dat hij dit heeft gelezen van die filosoof... en dat heeft gelezen van die filosoof... en dat heeft gelezen van die filosoof. Oh, ik heb de Ethica van Spinoza gelezen. Oh, en ik heb de Ethica van Aristoteles gelezen. De Ethica Nicomacheia. Ja, ik ken al die boeken wel. En nu laat ik aan jullie doorschemeren dat ik die boeken dan ken. Ik heb ze niet eens allemaal gelezen, maar ik weet wel waar het over gaat. Maar ik... vertel het dus nu aan jullie in de context dat ik eventjes Umberto Eco af wil zeiken. Nou, en dan mag je als, in dit geval ik dan dus, nu mag ik duidelijk maken dat ik al die filosofen, maar heel veel van die filosofen, ja, ik heb ze gelezen. Ik weet waar het over gaat. Maar we gaan niet een beetje de erudite wijsneus lopen uithangen om de lezer te imponeren. Met allemaal namen die lezer waarschijnlijk toch niet kent. Hé? Want heb jij de Ethica van Baruch de Spinoza? Zeg je dat iets? Nee, natuurlijk niet. Het zou me erg verbazen. Het zou me verbazen als je überhaupt weet wie Baruch de Spinoza was. En wat deed die oetlul hier in Holland? Het was een Portugese Jood. En de Joden in Portugal, die... Ik ben geen antisemiet of zo. En ik weet dat er is onder het Joodse volk zijn daar, en dat heette Hofjoden. Hofjoden. De court Jews, heet dus op zijn Engels. Ja, die lopen mee met de katholieke K-kerk. En dat is heden ten dagen nog steeds, by the way. Dus de baas van de Amerikaanse centrale bank, dat is een privéorganisatie, die staat onder auspiciën van de paus. Dat is private business. De Federal Reserve. Ja, die wordt gerund door Joodse mensen. Hollywood wordt gerund door Joodse mensen. En die lopen allemaal aan de leiband van de paus. Nou, zo worden Joden dan niet populair onder het volk. En het volk is dan zo oppervlakkig, moet je zeggen, dat ze dan in één keer een hekel krijgen aan iedereen die Jood is. Dat zie je dus ook met 9/11. Ze geven dus de Arabieren de schuld met het officiële verhaal van Osama bin Laden met zijn kamelen. En vervolgens op het internet, via de alternatieve media, pleuren ze dan dat tweede verhaal omhoog van de conspiracy, van het is niet gedaan door de Osama bin Laden en zijn kameelridders, maar het waren de Joden. Dat zijn de twee verhalen. En dat het de Joden waren, daar ben ik ook nog een keer in getrapt. Anyway, zo werd het Baruch de Spinoza te heet onder de voeten. En ik weet trouwens niet of die Baruch heette. Ik zeg het maar eerlijk erbij hoor. Maar Spinoza, die filosoof, die heeft de Ethica geschreven. Zijn hoofdwerk. En waar voor de rest zijn werk over ging van Spinoza, dat zegt me helemaal niks. Het was een tijdgenoot van Descartes, dat weet ik wel. Descartes had wel een hele goeie, by the way. Descartes die heeft dan de spreuk geformuleerd, zijn conclusie. Ik denk, dus ik ben. En die is, hoe moet je het zeggen? Ik denk dus ik ben is een verfraaiing van zijn eigenlijke these, die onweerlegbaar was en is. En die luidt, ik kan twijfelen, dus ik ben. Die is heel krachtig. Dat is ook heel nederig wat Descartes dan doet. Hè? Is dat Descartes zichzelf bekijkend constateert dat René Descartes af en toe twijfelt. En dat René Descartes er voor 100% van overtuigd is, dus daar is geen twijfel over mogelijk, dat René Descartes twijfelt. Af en toe. Het is keigoed in elkaar. Dus zo bewijst René Descartes dat hij denkt. Want alleen denken, want twijfelen is een categorie van denken. Het is een hoedanigheid van denken. Je kan niet zeker weten of je twijfelt. En in beide gevallen ben je aan het denken. En omdat René Descartes zonder meer, zonder twijfel dus, zo leuk gevonden. Zonder twijfel kon hij zeggen dat hij af en toe twijfelt. Kon hij dus met de grootste stelligheid zeggen dat hij denkt. Alleen op basis daarvan. Ja, dus ik vind dat super elegant. He, je kan wel in je betogen van alles bij gaan sleuren. Van en dan puntje, 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 dus ik denk. En dan zit de lezer dan te denken van... jeetje, wat een hoop informatie kreeg ik er even over me heen, zeg. Van nou. En dat doet René Descartes dus niet. Hij komt zuiver met... ja, ik twijfel. Dus denk ik. Dus besta ik. En in het Latijn is het dan cogito, dat betekent ik denk. Video betekent ik zie, audio betekent ik hoor. En cogito betekent ik denk. Nou, dan weet je gelijk hoe Latijn werkt. Hè? En dan krijg je cogito en dan het tweede woord is ergo. Dat betekent en dus. En dan als laatste sum. Cogito ergo sum. En sum betekent ik ben. Ik denk, dus ik ben. Ja, en besta jij eigenlijk? Ja. Dat is ook een filosofische vraag. Hè? Besta jij? Maar ja, ze kunnen zeggen, nou, ik twijfel ook wel eens. Dus, ja, ik denk. Dus besta ik. Nou, heb je de vraag correct beantwoord, hè? De vraag is dan natuurlijk wel waar je aan twijfelt. Want als jij zegt, ik twijfel eraan of René Descartes wel gelijk heeft met zo'n conclusie, cogito ergo sum. En dan twijfel je aan Descartes die... ja, kijk, dat is een filosofisch vraagstuk. Maar besta jij? Laten we het daar eens even over gaan hebben. Dus jij gaat je afvragen of jij bestaat en ik ga me afvragen of ik besta. Ik ben ervan overtuigd dat ik besta. En ik heb het in die zin vrij makkelijk. Omdat ik lang geleden heb besloten dat ik een kind ben van God. En ik leef in deze wereld. En ik ben niet van deze wereld. Door deze wereld en ik, wij worden geen vriendjes. Dat gaat hem niet worden. En er is een reden waarom ik mijn maatschappelijke carrière ik heb hem niet beëindigd of zo, hoe moet je dat nou zeggen? Maar ik werk dus nu als huishoudelijk medewerker in de gehandicaptenzorg. Ja. Als je mij nou vraagt van Perry, vind je dat nou echt het doel van je leven? En heb je dat, weet je wel zeker waar je mee bezig bent? Dan zeg ik van ja, ik vind het... Ik weet heel goed waar ik mee bezig ben. Ik doe dit met heel veel overtuiging. En ja, in principe heb ik het intellectuele quotiënten dingensvermogen om een of andere vette baan te hebben. Maar dan had ik nou... Ja, wat had ik verdiend? Dan had ik 10 keer zoveel verdiend als nu. Ja, 15.000 euro in de maand of zo. En dan had ik een lekkere auto. En mijn vrouw natuurlijk een auto. Dan had ik een kind gehad. En dan had mijn vrouw gezegd van, ah, maar dan mag die jongen toch ook wel een auto. Jij hebt een auto, ik heb een auto. Dan mag die jongen ook een auto, hoor. Dan had die jongen van mij ook een auto gekregen. Dan hadden we ergens een huis met een tuin rondom. Want anders heb je last van de buren. En dan doe je dat allemaal voor die vrouw. En die vrouw wil dan ook van... ja, dan kunnen we niet een vakantiehuisje kopen dan. Dan kunnen we er altijd naartoe als we zin hebben. waarmee zij bedoelt als ik er zin in heb. Ik weet toch precies hoe het gaat. Ik heb al die rijke mannen... Ik heb rijke mannen gezien en dan denk ik, oh, wat erg. Oh, wat erg. Oh, wat ben ik blij dat ik jou niet ben, denk ik dan. Het was heel leuk vandaag op mijn werk. En vroeg zo'n bewoner, staat er met z'n tweeën in zo'n woonkamer. En dan vroeg die ene bewoner aan mij van... ja, zoiets van, heb je een vrouw? Of zo, hè? En die mensen, dat zijn mensen met een verstandelijke beperking. En ik heb het al van alle niveaus meegemaakt, hoor. Ook zeer ernstig verstandelijk beperkt. EVB heet het dan, ernstig verstandelijk beperkt. Die heb ik ook meegemaakt. Die kunnen niet praten, maar ze kunnen wel communiceren, by the way. Het communiceert wel, alleen heel anders. En deze persoon, die kan aardig kletsen. En iemand die zat 2 stoelen verderop en ja, die zat dan heel aandachtig mee te luisteren. Die wilde eigenlijk ook al weten van, heeft hij een vrouw? En dan vind ik het plezierig, de wijze, want ik kijk naar de wijze hoe die mensen daarop reageren. Helemaal zonder oordelen. Want ik zei van, nou nee, ik had een vrouw, maar ja, die wilde een andere man. Oh, ja, dat is voor hun gewoon casie. Oh ja, dat kan. Mensen hebben helemaal geen dingen van, oh wat zielig voor je of whatever. Daar hou ik ook niet van, hè. Nee, maar die wou een andere man. Oh, en dan wil jij niet een andere vrouw? Nee, eigenlijk niet. Nou, wil je dan niet een hond? Nee, ik hoef niet echt een hond. Maar een vrouw met een hond. Ja, dat is schattig. Wel lekker onschuldig, hè? Dan zeg ik wel, kom, ik moet weer verder. Ik moet aan de slag. Ja, je hebt het maar druk. Ja. Ik besta. Want ik maak toiletten schoon. Dat alleen al. Toen ik daar vandaag wegging... en ik heb nog een half uur overgewerkt op eigen kosten... heb ik wel even doorgegeven aan het planningsbureau van... je krijgt geen extra geld natuurlijk. Zou een mooie boel zijn. Ik heb echt heel hard doorgewerkt. En ik kreeg het niet af. En ik denk, ja, dit is mijn eer te nauw. Ik maak het helemaal af. Dus al die was opgevouwen. En dan in de manden klaargelegd. Dus precies de onderbroeken van Connie bij de onderbroeken van Connie. En de t-shirts van Peter bij de t-shirts van Peter. Nou, dan kan allemaal zo naar de kamers gedragen worden. Dus alles is klaar. Kijk, ik besta. Ik ben essentieel. En essen, dat komt uit het Latijn. Dat betekent van het zijnde. Als ik er vandaag niet was geweest. Dus, toen ik wegging, stond er in de oven 2 enorme pannen met een macaroni... voor in totaal 15 personen. Dat heb ik ook nog even gedaan. En mijn best op gedaan, hè? Want degene die me eventjes uitlegde hoe ik dan de macaroni in elkaar moest spijkeren... die zei, nou, doe je even dit, doe je even dat, doe zus, zo. Maar toen ging ik nog eens even kijken. Dat was niet zo moeilijk, hoor. Ik denk van, nou nee, daar doen we er even wat bij. Dus ik ben de voorraadkamer ingelopen en 2 blikjes tomatenpuree erbij gepakt. 2 blikken met gepelde tomaten erbij gepakt. En er stond nog een potje met kappertjes. Dus dat is ook lekker. Oh, en een potje met uienpoeder. En die gebruiken we ook even, want ik had geen uien. En ik vind het wel lekker bij macaroni dat er een beetje uiensmaak in zit. Ja, ik was wel trots op die macaroni. Mooi efficiënt gewerkt. Maar goed, besta jij, hè? Dus, ik denk dat het veel uitmaakt of je er bent naar je gevoel. Ik denk dat dat uitmaakt. Ik kan ook zeggen of je wel gelukkig bent. Als je niet gelukkig bent, ja, besta je dan? Ik denk dat je alle uren die je in ongeluk hebt doorgebracht op deze aarde, dat je die kan aftrekken van de totale tijd die je hebt doorgebracht op deze aarde. Ja, ik laat hem even een pauze vallen. En dit zijn filosofische vraagstukken. Dus, dat mag jij ook lekker zelf over meedenken. Maar alles wat je hebt doorgebracht in frustratie, ja, telt dat eigenlijk wel? Ik heb dan zo'n periode van frustratie gehad. En enorm veel gezopen en gebloot. En ja, en ik weet nog wel dat ik zo'n beetje alles van Netflix, wat me enigszins te consumeren was, heb ik bekeken. En ik kan nog wel titels opnoemen. Ik heb Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 6 heb ik gezien. Nee, niet Rocky, wacht even. En die andere, Rambo. Nee, Rocky zou ik niet kijken, maar Rambo wel. Dat vind ik nog wel leuk. Rambo. En die andere met Bronson, Charles Bronson. Dat hij zo'n vigilante, Death Wish heet hij. Death Wish 1, Death Wish 2. Die heb ik ook gezien tot met Death Wish 6. Sons of Anarchy. En Dark Mirror. Die vond ik ook wel goed. Kijk, dat weet ik nog wel van die periode dat ik veel aan het zuipen was. Dat ik met veel plezier heb gekeken naar al die stomme films. En ik had helemaal geen zin meer om te werken. Lekker zo'n blik bier open. Jointje erbij. Kom op, en dan gaan we even lekker kijken. En ik was heel gefrustreerd en heel boos. En, maar ja, daar weet ik helemaal niks meer van. Van die woede en die boosheid. Ik weet het goed onder woorden te brengen waar ik zo super uber geïrriteerd van waren. En dat heb ik ook nog duidelijk gemaakt aan een aantal mensen. En die vonden dat niet eens. Nou, ik heb het gezegd tegen mijn tantes. Maar die stonden redelijk buiten de hele situatie. En die toonde begrip. Die zeiden van ja, we snappen dat een mens niet alles kan verdragen. En dat je een punt kan bereiken dat er iets in je knapt. En dan word je boos en dan sla je door en dan gaan we dat doen. Ja. En dat was dan in de periode dat ik gestopt was met drinken en blowen. En nog steeds drink en blow ik niet. Hè? Het speelt nog wel eens door me heen, hoor. Ik denk van, nou. En ik zei ook tegen Wim nog een keer. Wim, hè, mijn vriend Koudentuin. Want die vindt het dan wel leuk om met mij op vakantie te gaan. En ik vind het ook leuk om met hem op vakantie te gaan. We hebben dat al ettelijke keren gedaan. En dan zei ik tegen Wim van, nou, dat was de laatste keer dat ik bij hem zat te bomen. Toen zei ik, nou, als ik nou een beetje ga sparen. Ja, ik werk er wel leuk in de gehandicaptenzorg, maar je wordt er niet stinkend rijk van. Ik zei, maar ik ga wel een beetje sparen. En die vakanties met Wim zijn toch vrij goedkoop. En dan zorg ik dat ik wat geld heb, hè, weet ik veel, €200 of zo. Dat moet wel, nou, iets meer. Als ik €300 heb, 350, nou 300 moet genoeg zijn. Weet je, voor de benzine en iets met de caravan of zo. Gaan we naar de Ardennen. Ja, dan ga ik weer lekker suipen. Gaan we een weekendje naar de Ardennen. Met z'n tweeën, drieën, vieren. En dan gaan we lekker suipen en blowen en tabak roken. En alles doen waar ik dus mee gestopt ben. En dan is het zo dat als we dan daar vandaan komen, dan is het weer voorbij. Maar dan hebben we het even met de vrienden nog een keer gedaan. En we hadden dan ook een plan. Of ik zei tegen hem, van, dan gaan we dat en dat doen. En niet alleen maar suipen en blowen, maar dan gaan we ook wat doen met de computer en publicatie. We waren ergens mee bezig. Iets met audio en video. Ja, dat lijkt me wel leuk. Maar goed, die periode waarin ik dan boos en gefrustreerd was. Kijk, de boze en gefrustreerde momenten, daar weet ik niks meer van. Dat vind ik ook niet meer interessant. En die tijd heb ik dus niet doorgebracht op deze aarde. Dan ben je boos en gefrustreerd. Daar stelt geen reet voor. Maar wat ik nog wel weet is dat ik op een dag zo ontzettend was. Nou, een dag, het was nacht, het was midden in de nacht, 3, 4 uur 's nachts of zo. En ik liep terug naar mijn woning en vlak bij mijn woning. Oh man, ik had echt benen van lood. Hè? Ik ga even liggen hoor. En ik dacht even een rustig plekje bij een waar hij aan het bouwen. Inmiddels is dat mooie bouwwerk zo goed als af. Maar toen was het nog een bouwterrein. Midden in het centrum. Ik denk, ik ga eventjes op de grond liggen. Even lang uit. Hè? Oh. En toen kwam er een politieautootje langs. Meneer, gaat het goed met u? Er stonden 2 agenten, een man en een vrouw. En ik zo van, ja hoor. Ik zei, ik ben alleen ontzettend dronken. Oh, ja. Ja, u kunt hier niet blijven liggen. Ik zei, ja, dat begrijp ik. Nou, tenminste, ik vind dat ik wel even kon blijven liggen, maar ik kan niet blijven liggen als ze mij gezien hebben. Ja, dat gaat niet. Ik begrijp het protocol van de Arnhemse politieagent heus wel. Ik zei, ja, oké. Ik zei, ben ik nou gearresteerd? Nee, zeiden ze. Nee, we brengen u even naar huis. Ja, het was om de hoek. Echt letterlijk om de hoek. Echt mijn portiek uit, maar hier vandaan, mijn portiek uit naar rechts. Daar zit die kapperszaak. Dan ga je weer naar rechts. En dan loop je, nou, nog geen 100 meter door. Echt 75 meter doorlopen. Dan naar links, 30 meter. Zo ja, nou, ik woon hier om de hoek. Ja, meneer, staat u maar op. Zo. En dat ging prima. Ze hoefde me niet overeind te tillen of zo. Dus ik ben opgestaan en meegelopen. Achterin het autootje gaan zitten. En die auto dus zoep, 30 meter naar rechts gereden. Of 70 meter naar rechts of zo. En dan 30 meter naar links. Ik zei, ja, hier is het. Oeh. Nou meneer, goedenacht. Ik zei u ook, goedenacht en bedankt. Hè. Kijk, dat weet ik dan nog wel. Ja. Vond ik echt reuze aardig van die polities. Het had echt niet gehoeven. Maar al die momenten dat ik zo gefrustreerd was, nee. Maar je kan er niet veel aan doen. Hè? Als je het bent, dan ben je het. En dat heeft mij te maken, om het even filosofisch aan te pakken, een filosofisch vraagstuk van te maken. Het heeft ermee te maken dat je van het leven dingen verwacht. En dan vanuit die verwachting ga je daar heel veel energie in stoppen. En dan stop je er natuurlijk meer energie in dan dat je eruit krijgt als beloning. Want zo gaan die dingen. De kosten gaan voor de baten. De boer moet eerst heel hard werken en dan gaat hij oogsten. En als je dus heel veel energie in iets gestopt hebt, en in mijn geval was dat dan dat gezin. En dan word je vervolgens de deur uitgetrapt. Ja, ja. Kijk, als ik niet gehecht was geweest aan de waarde van dat gezin, had ik er nog steeds zoveel positieve energie in kunnen stoppen. En had ik mij bewust geweest dat het elk moment voorbij kon zijn. Ja. Maar ik ben toch niet, zoals mijn dochter zou zeggen, fucking Gautama de Boeddha. Ik ben periwinkel. Hechting is het namelijk, hè, waar ik het net over had, hè, dat je dus een verwachting hebt. Nee, ik stop er babbelbabba in en dan krijg ik er ook wat voor terug. En Boeddha zegt, nee, je stopt ergens wat in. Dat meen je niet. En hoezo krijg je wat terug? Wat wil je dan terug? Spullen? Eer? Roem? Wat? En waar heb je dat voor nodig dan? Boeddha zegt, het is toch al mooi dat jij ergens iets in mag stoppen. En dat is je beloning. Je beloning is dat je mag werken. Dus als iemand naar Boeddha komt en die zegt... ja, en ik heb een hele maand voor een baas gewerkt... en ik heb helemaal geen salaris gehad... en nou ben ik boos op mijn baas. Dan zal Boeddha dus zeggen van... nou, hoezo? Je mocht toch werken? Nou. Daar moet je toch blij mee zijn? Je hebt toch gewerkt? Nou, heb je leuk gewerkt? Fijn gewerkt? Goed gewerkt? Ja, het ging allemaal hartstikke goed... en daarom vind ik ook dat ik... Nee, zei Boeddha. Je hebt toch fijn en goed gewerkt? Nou dan, zeur je nou... Volgende patiënt. Dat zegt Boeddha ongeveer. Hè? Dat zijn filosofische vraagstukken die ik nou lekker doe. En zo zie je maar, als bijbelgelovende christen... mag je je wel degelijk verdiepen in andere leringen. Waarom niet? Kijk, als christen krijg je toch uiteindelijk gelijk. Dus je kan van alles erbij sleuren, wat mij betreft. Ja. Een mooi filosofisch vraagstuk. Ik heb nog een leuke, ik ga afsluiten hoor. Weet jij het antwoord op een vraag? Ha. Nou, die zal ik vertellen in filosofische vraagstukken nummer 2. Want ik zie dat ik op 1 uur en 12 minuten zit. En jullie zijn al lang opgehouden met luisteren. Dus, nou, filosofische vraagstukken nummer 2. En dan zeg ik tegen jullie op zijn hamburgers, tjus en dag lieverds.